Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het viel gisteren met de onweersbuien mee, wat mij betreft, maar het leverde wel een schitterende zonsondergang op. We hebben talloze fraaie foto's binnengekregen, die gaan we straks op de website en op Facebook laten zien. Vandaag grote verschillen, in het noordoosten en oosten is het grijs, gaat het regenen. In het westen en zuidwesten gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Uiteindelijk trekt de regen vanmiddag in de loop van de middag, ook uit het noorden weg, maar op sommige plaatsen kan dat echt wel tot een uur of vijf duren. In het zuidwesten neemt aan het einde van de middag de kans op een buitje toe. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Vanavond opnieuw een enkele bui in het zuiden. In de rest van het land droog weer en ook dan temperaturen rond 17 graden bij weinig wind. Komende nacht breiden de buien zich langzaam uit en morgenochtend is het dan wisselend behoogd en vallen er overal enkele buien. Die buien trekken in de loop van de zaterdag naar het noorden weg. Gaat het vanuit het zuiden opnieuw fraai weer worden met geregeld zon. Zondag een droge dag met flinke zonnige periode. Maandag en dinsdag gaan er weer buien vallen, kan het misschien ook onweren. Temperaturen rond 20 graden en als de zon echt lekker schijnt, kan het plaatselijk 22 graden worden. Ik ben Michiel Severin van Weerplazen.nl.